Ik heb vertrouwen in de toekomst. Het gaat om solidariteit, dat we sociaal zijn. En met kleine stapjes komen we er. Ik ben Talia Boekhout. Simon Timmerman. Thea Patist. Ik ben Jusil Eidemeer. Ik ben Mees. Ja, ik ben Hans Versnel. Nou, ik ben Judy. Ik ben James van Lid. Ik ben ruim anderhalf jaar geleden lid geworden van de Partij van de Arbeid. Ik denk dat ik ruim 20 jaar geleden lid ben geworden van PvdA. Dat was in 1969. Eigenlijk sinds 2017, 18, zoiets? Ja, dat was in 1973. Ik ben ongeveer een jaar geleden lid geworden. Geen tochter. Ik vond dat ik een bijdrage moest leveren aan de veranderende samenleving. En dan voel je je toch als lid van een partij, van de Partij van de Arbeid, heel erg verwant met elkaar. Je bent inhoudelijk heel erg bezig met wat er gebeurt in de stad en ook natuurlijk in het land. Dat was al heel snel natuurlijk dat ik in de gemeenteraad terecht kwam. En nou, dat drukte mij met de neus op veel politieke zaken. Vooral die sociaal-democratische waarden dat... wat mij betreft de oplossing is voor een heleboel maatschappelijke problemen. En toen merkte ik dat PvdA de beste partij is, omdat die echt aan iedereen denkt. Je maakt vrienden, je bent betrokken bij een afdeling die allemaal hele leuke dingen doet en heel veel initiatieven bedenkt. Het is gewoon meteen relaxed, heel open sfeer, heel laagdrempelig. En vooral, ja, je maakt gewoon heel veel vrienden, dat vind ik vooral het leuke eraan. In deze weken moet ik heel vaak terugdenken aan mijn oma Patist. Woonachtig hier in Utrecht, die boven haar bed een levensgroot krantenportret was het volgens mij van Willem Drees had hangen. Die vrouw was daar zo gelukkig mee. Die heeft totdat ze dood is gegaan boven haar bed gehangen. Zou het mogelijk zijn dat ik Joop den Uyl zou kunnen ontmoeten? En ja, ik in mijn enthousiasme gewoon zeggen van dat gaan we dan gewoon proberen. Den Uyl was voor mij echt een zeer inspirerend voorbeeld. Het gaat om solidariteit, dat we sociaal zijn. En met kleine stapjes komen we er. Ik wil in dat verband nog één ding vertellen. Natuurlijk was het dieptepunt toen we met de parlementsverkiezingen van 4 jaar geleden uiteindelijk 9 zetels kregen. En dat was een gigantische klap. 'S avonds was er een afdelingsvergadering van de Partij van de Arbeid. En nou, jij weet zelf, die Partij van de Arbeid, afdeling Utrecht, ondanks het feit dat we een stukje kleiner zijn als Partij van de Arbeid, die is zeer levendig. Op die avond heb ik aan het slot van de avond gezegd, jongens, die domper die we allemaal gekregen hebben vandaag, dat werk je niet weg, maar wat ik hier vanavond gezien heb, ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik had aan de zijkant kunnen staan. Of zelf actief een onderdeel zijn van de oplossing. Nou, allereerst vind ik het heel fijn dat er zoveel nieuwe leden bij komen. En ook heel veel jonge mensen. En ik zou zeggen, ga ervoor en blijf staan alsjeblieft waar je nu voor kiest. En steun elkaar en stimuleer elkaar. En zet je in daar waar mogelijk is.